De regering zal landsdienaren de komende 6 maanden tegemoetkomen met een belastingvrije koopkrachtondersteuning van 2500 SRD. De gepensioneerden zullen 1800 SRD ontvangen. Dit voorstel, afkomstig van de Raad van Vakcentrales in Suriname Ravaksuur, veiligheidsbonden en onderwijsbonden, is goedgekeurd door de regering en de overeenkomst is vandaag ondertekend tussen de regering en Ravaksuur. Minister Stanley Raghubarsingh zegt dat er geschoven zal worden in de jaarbegroting om zaken mogelijk te maken. De afspraak is tussen nu en november 6 keer maandelijkse uitkering van 200.000 per keer. Voor de ambtenaren en voor de gepensioneerden is dat 1800. Het prijskaartje is best heftig. Maar goed, we hebben gezegd, we zijn committed, we weten niet helemaal waar het precies uit gedaan gaat worden, maar het is wel zo dat we het gaan vinden. We gaan het vinden ook, hebben we gezegd, budgetneutraal. Dat betekent dat er niet nieuw geld in omloop komt, dus dat er geen reden is om prijzen en koersen op te voeren, omdat het niet is dat er meer geld in de gemeenschap gepompt gaat worden. De regering hoopt dat de ambtenaren nu wat meer ruimte krijgen in koopkracht. De financiënminister zegt dat er een ruime overeenstemming was tussen de regering en de vakbeweging. De bedoeling van de overeenkomst was dat als er een model uitgewerkt moest worden, het werkbaar moest zijn. Er zou ook geen inflatie moeten ontstaan in het verlengde van de toekenning.